Dit zijn stroken ijs die verstevigd zijn met verschillende soorten materiaal. NRC Handelsblad, het is koud trouwens. NRC Handelsblad, vers gemaaid gras uit de achtertuin van de familie A. En een stuk nylon scheerlijn wat ik van de tent heb geknipt. Het idee is dat als je dit door het ijs heen mengt, dat het steviger wordt. Het breekt minder snel. Dit is in de Tweede Wereldoorlog uitgevonden door een excentrieke Britse uitvinder. Oh, dat is een tautologie. Meneer Pike, en het spul heet Pike Ride. En de bedoeling was om hier hele grote vliegdekschepen van te bouwen. Omdat het makkelijker is om versgemaaid gras in ijs te bevriezen dan om staal te winnen uit erts. Het idee is, je legt het hier neer, je gaat met één been op de weegschaal staan en samenvattend, het gras brak het eerst bij ruwweg 57 kilo. De krant brak bij ruwweg 35 kilo. En deze begon, nylon touw begon bij 12 kilo een beetje door te buigen. Maar daar kon ik in principe met één voet op gaan staan. En kijk, hij is nog steeds niet stuk. Hij zit gewoon in elkaar. Hij is hartstikke stevig. In weerwil van het feit dat hier een breuklijn is, je kan er nog steeds. Ja, nou ja, ik zou er geen vliegtuigschip meer van bouwen, maar als dit je roeiboot is waarmee je het kanaal over wil, dan in principe ben je nog. Nou, je bent veiliger dan met een roeiboot van ijs en versgemaaid gras.